Ah, deze hebben we toen ook verdeeld in de shades. Die mannen moeten hun eerste sokjes wekker houden. Hè. Ik heb hier drie schakelaars staan. Het zijn drie verschillende, dat heeft niets te maken, want het zijn alle drie enkele kolen. Maar ik doe dat maar voor generatieverschillen. Dus eerst waren het die, dan zijn het die en dan maakten ze die niet voor. Zeg, wat heb ik hier gedaan? Ik heb hier twee lampen staan. Ik heb drie enkelpolende schakelaars. En als ik om de onderste knip, dan groeit die lamp. Om de tweede, dan groeit die lamp. Om de derde, groeit ze allemaal weer. En ik heb nog thans maar hier een draad. Ik heb nog dran. Nog eens één. Die dran erin. Die komen nog meer draad. Dat is voor de licentie dat die alle hersens in slaap werken. Er zijn er nog maar weinig die dat voor de eerste keer gewonnen hebben hoe dat gehoord is. Dat is niet van een draad naar rechter of zo. Nee, dat is zo. Hier een draad en dan vier schakels, dan vier schakels, dan vier schakels, dan die lamp, dan volgende draad en dan terug naar de spanning. En toch, als ik deze ga, dan die lamp, als ik dan deze knip van de eerste draad, en als ik deze knip, groei je dan de vier. Dan kun je zo nadenken. Dat wil ik niet marcheren bij mij. Jammer. Onze vader, dat was een hobbyman, hoe ik gezegd heb. Dat was een hobby, hè, om telefoons werken. En alle telefoons vonden niet daar voor te veranderen. Je moet gerust zijn dat ze niet verkeerd verbonden hebben. Hoe zit aan de zaal aan de telefoon? Begint nooit helemaal hier, maar terug uitzijden en keer je naad. En bouwt je terug van begin af aan en dan zal je wel marcheren. Zeg, de bel heb ik al klaar gekregen, maar de telefoon niet. Dat is kwijt. En hier heb ik dan dus het systeem. Dat is eigenlijk ook voor de vrouwen ook, hè. Dan konden ze, als ze moesten kristeren of naaien of puinen, konden ze licht bij hun krijgen. Hè? Ook de boeren die droegen vroeger zwarte sokken, zwarte kousen en oude kronen. En die kousen waren altijd kapot. Wij noemden dat, dan zeiden we, heb je dat gekomen, John? Ja, had je een invloed bloed kwam. Dus dan moesten die vrouwen die de kousen stoppen, en dat waren meestal toen zwarte kousen. En voor die te stoppen, moest je goed licht hebben. Hè. En dan trek je daar op de mond. Hier hangen de verschillende, waarom verschillende? Omdat ze, de eerste waren dus zo. Dan moest een elektricien die afstand zelf zoeken, dat dat gemakkelijk zou vallen. Maar, dan hebben ze daar van boven een stukje gedaan. En dan konden dat zelf. Van mijn moeder. En daarom is ik bij hier. Dan mag ik iets. En dan zijn er deze gekomen. Hier is van binnen op en op. En als je dat op de stoof zet, de warmtestoof, dan blijft dat veel langer warm. Want die noppen blijven nu ook warm. En die warmte trekt dan terug in de voet. En dan kan je er veel langer mee strijken. En dan intussen waren dat ook gekromeerd. En dan zijn de strijkijzers gekomen, dat deze gloeiende kolen mee. Hoe werkt dat nu? Wel, je start, je moet dus voldoende spanning krijgen op een start. Juist gezegd. Je hebt geen spanning genoeg, je kan hier geen deel aan bouwen. Maar hoe je doet, de zwakke buiten dat je de spanning opzet, je start nu in trek. Dus je is met gas gevuld, dat gas, dat kun je nog zien als je de spanning opzet, dan gaat het warm, dan gaat het stoppen.